Welkom bij de magazine, Komen to the Movies. Naast me zit Patrick. En ik ben Maurice. En vandaag gaan we het hebben over Murder on the Orient Express. Ja, een remake, moet ik zeggen. En het is, ik hoorde ook dat het echt het verhaal en over hetzelfde is. Dus ja. De uitkomst was hetzelfde als ooit in 1974 Klopt. Was die geweest. Ik moet eerlijk zeggen dat ik de uitkomst niet meer wist. Dat weet ik ook niet. Dus dat was wel leuk. En ik heb ook speciaal niet opgezocht, anders dacht ik van nee, dan heb je echt gespoord. Ja, dat heb ik helemaal geen zin om een missie te kijken. Nee, dom. Ja, ik heb wel, het enige wat ik wel wist was dat er nu meer op de hoofdrolspeler werd gefocust. En bij de vorige film was dat niet zo. Dus er was iets meer op de plot. Klopt. En dat merkte je ook wel een beetje, want er was heel veel, Pierrot werd aardig eerst in het begin even echt wel verteld van wat hij precies deed. Jeruzalem, dat verhaal, dat stukje dat hij even niet... Ja, dat vond ik goed trouwens, een beetje opbouw van het karakter. Ja. Ik moet wel zeggen dat deze pro is wel, was wel meer op de feelings, op de innerlijke mens, op de gevoelens. Ja. Terwijl die andere stuk analytischer Klopt. Was. Ja. En didactischer, wat is het? Wat is het goede woord? Ja. En ik vond wel, ik vond hem een beetje erg Brits. Terwijl Pierrot is bellig. Ja, dus hij kon niet dat zijn Brits... Ja, maar hij vond hem Brits, maar hij was voor mij meer Amerikaans dan Brits. Ja, maar het is een Brit. Want hij was niet echt een echte Brit, zullen we maar zeggen. Altijd is een... Kijk, het is wel een Brit, maar een Brit die probeert een Belg te wezen en daar een beetje Amerikaans uitkwam. Ja, het was dat vond ik een beetje... Ze hadden al sterrenkast, dat is echt duidelijk. Johnny Depp was dan duidelijk... ze spoorden weer een beetje. Ja, spoorden, maar die liep hem nog niet gezien. Dat wou ik zeggen, Hij is bijna de biscoop. Maar toch in de vervolg... Toch wel even bespreken. Ja, nee, het is toch een verfilming van een klassieker. Johnny Depp deed het leuk. Klopt, ik had niet verwacht dat hij zo kort in de film zou zitten. Ik had verwacht dat hij in de verhalen mee zou lopen. Ja. Maar omdat ik niet meer wist precies wat er ging gebeuren en welk karakter hij dan... Ik weet niet dat hij dood ging meer, dus wat dat betreft. Dus hij deed het leuk. Uiteindelijk hebben ze heel veel namen laten zien, vind ik. Grote sterren. Maar uiteindelijk, hoeveel tijd heb je die sterren gezien? Wat tegen. Ja. Judi Dench, dan dacht ik echt van, nou, dat dat gaat wel wat... maar uiteindelijk heb je die heel erg gezien. Maar dat is denk ik ook de film... Twee draaidagen gehad of zo, weet je wel. Nee, maar het was natuurlijk ook de film gewoon. Het was natuurlijk eigenlijk een mystery. Dus omdat ze zoveel kandidaten wilden laten zien wie het mogelijk de dader was... Klopt. Ja, kon je het ook niet voor elkaar krijgen. Maar omdat ik ook niet meer wist hoe het eindigde, vond ik het wel leuk... Dat, je dan, dat het zo'n het einde had, dat iedereen het gedaan had. Ja, dat het allemaal zo stap voor stap... En dat het allemaal gepland was. En dat vond ik wel dat vond ik wel leuk om te zien. Ja, dus eigenlijk kijk ik ook wel vooruit op die volgende Murder. Ja, die Murder on the Nile. Murder on the Nile, Die is ook zo verfilmd. Het is even winnen op karakter, maar ik wil niet zeggen dat het een slechte film was. Nee. Hij was gewoon leuk. Leuk film. Vermakelijk. Ja. Leuk voor in de bioscoop. Het verhaal was goed, het einde was verrassend, de shots waren mooi. Niet per definitie nou 4K, het was een 4K film in die bioscoop. Dat ik dacht van, nou, dat zie ik er anders. Dat zie ik er vanaf, zeg. Behoorlijk. Nee. Het was meestal een klassieke mystery. Ik vond trouwens niet het gevoel, in de klassieke films was het nog iets, ik weet niet. Iets van de jaren 30. Ja, 30. Wat is het? Het speelt in de jaren 30. Want het is eigenlijk een eigen verfilming van de Lindenburg-tragedie. En daar alleen andere naam gedaan. En dan... Maar dat was begin jaren 30 toch? Ja, begin jaren 30. Terwijl ik had meer het gevoel had dat het tegen die 40, de jaren 40 aan zat. Nee, want het was nog de Tweede Wereldoorlog, het was nog niet begonnen. Ook nee, dat klopt. Ik vond niet de karakteristieke begin jaren 30 uitstralen. Dat zie ik in andere film beter. Ja, maar dat daarom zeg ik ook. Ik vond dat voor de oudere film zag je het gevoel meer dan als je het in het huidige deze film. Dus dat is... Maar ja, goed, in die tijd dat die film werd geschoten, waren de steden toch ook, toen was het allemaal nog echt zo schoten zoals het was. Ja, nu is... Met minder remake dan maar nu, dat is CGI. Dat was wel... Ja, de steden die ze hebben laten zien liggen misschien al in goed element. Ja. Dus wat dat betreft, Oké, zullen we gewoon maar een cijfer geven? Laten we een cijfer geven, Ik geef hem een 7. Ik sluit me daar graag bij aan, deze keer. Ja. Dus, 7 is mooi. Voor deze film. Ja, mooi en dus leuk genoeg om te kijken. Ja, als je hem zeker wil weten. Maar als je hem echt mist, dan is ook de missie niet heel groot. Nee. Dan kan je hem ook gewoon nog een keertje... Ik heb ook eens een keer Netflix of zo. Netflix kijken, zo vind ik dat. Ja. Of eerder misschien Disney flexen, wie weet. Ja, als dat zo worden. Ja, je weet het niet. Tot de volgende keer.